Dit was een hele spannende finale. Deze twee hengsten zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Hengsten die, om te beginnen met Johannes 484. Een hengst die veel rasuitstraling heeft. Heel correct gebouwd is. Lang gelijnd. Een hengst die goed stapt. En in draf een mooie opwaartse lichaamshouding laat zien. Met een krachtig achterbeengebruik. Nou, maar dat geldt eigenlijk ook voor Nane. Nane heeft ook veel rasuitstraling. Nane die stapt lekker door zijn lijf. En in draf gooit hij er altijd nog even een schepje bovenop. We hebben ze nu 3 keer gezien. En we hebben gewikt en gewogen. We hebben gekozen voor de hengst. Die in alle presentaties toch de meest constante verrichting liet zien. Zoals gezegd, het is echt een close call. De laatste ronde was misschien wel doorslaggevend. Kampioen van de oudere hengsten wordt Johannes 484. Ho, 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 geweldig. Johannes 484, kampioen, reservekampioen, Nane 492. U mag opstellen. Dit zult toch even zeer doen, die Germ Eisen. Ja, denk het ik. En die oerkreet die zeker omdat Nane hem toch wel fantastisch hier niet. Ja. Maar de constante is toch uiteindelijk de doorslaggevende factor geweest volgens de jury. Huldiging van de kampioen Johannes 484. Zoon van Challe. Hij moest het in het kampioenschap opnemen tegen zijn vader. Maar de Mary Femke van Detschum. Gefokt bij de heer Bakker in Detschum. Eigenaren JPW Boot in Hillegom en JJH Boot. Proviziat en de familie Age Okkersma. Okkema uit Siegerswoude. Hulde bij Johannes 484. Waarnemend voorzitter van het KNVS, Detlef Welling, met de bloem in de hand, de sjerp hier omgangen, het oranje, rood, wit, blauw. Dan de reservekampioen Nane 492, zoon van Wiemer 461, uit de merrie Jozelien T.J. van Brandes. De fokker T. Jongsma, Bornbergen, bezit van de familie Germ Aarsen, Bauma, Aldeboren. Reservekampioen Oude Hengsten. In het jaar 2021. Dit is het moment. Hier hebben we naartoe gewerkt. Weer een mijlpaal in de carrière van de hengsten Johannes en Nane. We gaan ze straks terugzien in het algemeen kampioenschap. Ja, ze mij aasen nog een keer vanzelf. Als de algemeen kampioen en de reservekampioen keersen worden. En dan... Ja, dan is het nog steeds net onmogelijk dat het omgekeerd is. Maar dat leidt net voor de hoorn. En ik zei het, we hanteren de COVID-regels streng hier. Helaas geen de fokkers in de baan. De eigenaren komen allemaal uit één gezin. We stonden mooi opgesteld bij de kampioen en reserve kampioen. Ik denk dat we de eerronde gaan lopen. Twee ware ambassadeurs van het KFBS. Kampioen Johannes 484. Reservekampioen Nane 492. Ja, en ze had Age Okkema nog steeds een hindering voor het algemeen kampioenschap. En hij had natuurlijk bij de jongen hier ik nog Ime. Ja.